Hoe sick is dit? For real. Ik bestuur gewoon een wilde dino. Ik ben er gewoon een wilde dino. Wat is dit? Dude, een Dragon Rex? Wat is dit? Wat is dit voor beest? Oké, ik neem even afstand, want straks is dat beest kapot sterk en kapot snel. En vuur. Oké, okay, please, 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 raak hem. Ja, ik ben hem. Oké, wat vuurt hij? Dude, wat is dit? Hey mensen van mijn kanaal, wat fijn dat jullie kijken naar een gloednieuwe video van Ark Crystal. Daar zijn we weer en ik heb er zoveel zin in. Aflevering 3 alweer. Het gaat lekker, het gaat heel vlug. Ik ga gelijk deze aflevering beginnen met mijn engrams, want er staan zoveel interessante dingen tussen. En ik ben gewoon benieuwd of ik al alles ontdekt heb. Natuurlijk heb ik nog lang niet alles ontdekt, want ik ben nog niet max level. Maar ik bedoel nu wat ik tot nu toe kan engrammen, of ik daarvan alles al ontdekt heb. Laat ik sowieso even een long egg gaan engrammen, jongens, want dat is best wel chill. Simple rifle ammo en deze ook allemaal. Ja, yeah, I'll take it. Thank you. Wat is dit bijvoorbeeld? Mind control. Kijk, die ken ik nog allemaal nog niet. Take control of other creatures for as long as you have mana. Oké. Dit wil ik checken. Zou je dan gewoon een dino kunnen besturen? Dat zou echt super sick zijn. Oké, laten we die even testen. Daarnaast ook een fabricator. Kan ik vast even engrammen. En ook de S Plus, of course. Electronics en polymer. Ja hoor, dat zijn de standaard dingetjes die je toch moet hebben. En hier, oh, Dino Resurrection 2. Yes. Revive your fallen dino's. Ja, ik kan hem engrammen. Het kost toch... Oh, dat kost 40 engram punten. Dat is best wel veel. Ja, en dit was alles alweer, jongens. We zijn al level 58. Oh, wacht. Ice Blast 3. Yo. Oké, die wil ik sowieso testen. Deze heb ik toch niet? Nee, wacht eens even. Ja, kijk, ik ben altijd met die Thunder bezig. Maar die Ice Blast, die heb ik al lang niet meer... geprobeerd. Hé, domme, lig je weer, hè, luie flikker? Tjonge, die man doet ook gewoon helemaal niks, hè. Ongelooflijk. Oké, Ice Blast, jongens. Ik wil die derde even doen als deze. Oké, wat? Heb ik letterlijk geen wood en flint? Are you kidding me? Nou, flint heb ik sowieso. En wood heb ik toch ook wel. Oké, ik denk dat mijn hout op is. Ja, natuurlijk. Ik heb al mijn hout zitten opfikken. Kijk, ik heb ver veel charcoal overal in. Dus dat is super chill. Maar we moeten dus wel even wat hout weer gaan hakken. Nou, laten we dat dan even heel snel doen. Even opschieten. Vandaag hebben we leuke dingen op de planning staan, jongens. Ik wil sowieso weer heel veel dingen ontdekken. En daarnaast lijkt het me vandaag ook wel een goed moment om even weer van Don te scheiden. Dat klinkt totaal niet negatief of zo. Maar Don en ik hebben nu samen een huis. Omdat we, ja, dat is gewoon leuk voor het opstartje. Lekker makkelijk. Ik bedoel, met z'n tweeën ben je veel sterker dan alleen. En helemaal in het begin is dat super chill. Dus wij willen sowieso uit elkaar gaan. En dat is totaal niet negatief. Maar we willen gewoon onze eigen basis hebben. Zo simpel is het gewoon. Mijn helft gaat weer omhoog. Die is inmiddels 660 of zo. Hoeveel is die nu? Ongelooflijk. Echt kapot hoog. Dus dat is heel erg nice. Weet je wat? Ik pleur hier 400 in en de andere 400 gooi ik hierin, zodat het ding lekker weer aan kan. Ja, wat hoor ik? Oh, dat is die Kalimimus. Tuurlijk, die heeft Don getemd. Ja, die had ik allemaal niet laten zien, maar die heeft Don getemd. Even die helft omhoog. Nou, lekker bezig, Don. Ik heb een PT getemd, dus dat is ook wel chill. En ondertussen ga ik even die... Ah, dat beest is zo irritant, jong. Oké, yes. Deze gaan we even fixen. Let's go. Even kijken, is dit vuurblast 2? Nee, dit is ook 3. Oké, die was vond ik niet zo goed. Die doet niet super veel damage. Maar deze lightning wel. Maar dit is, even kijken, dit is gewoon een lightning bolt. Dus ook niet een bepaald level. We gaan nu even deze testen, jongens. En ik ga dat even doen op dit schaapje hier. En we gaan even loeren. Oké, hoppakee, 100 damage doet het. Oké, dat valt reuze mee. Oh ja, tuurlijk. Hey, wacht, hij wordt er wel door gesloten. En dat is super chill. Dan moet ik even goed kunnen mikken. Goed mikken. En ik mis. Ik miste letterlijk. Oké, dat was niet zo slim. Mijn mana is lekker vol. Holy shit, bijna 60k. Dus dat is super chill. Oh ja, mind control. Ja, die wil ik ook gaan bouwen, hè. Oké, let's have a look. Mind control. Oké, dit vind ik een beetje een gek dingetje. Blood pack. Ik moet ervoor blood pack hebben. Blood extraction. Yes. Als het goed is, kan ik die meteen fixen. Hoppakee, wacht. Weet je wat? Ik ga die Gully Mimus, niks tegen dat beest. Maar ik ga hem even wegzetten, want ik erger me er zo kapot aan, joh. Hij maakt zo'n pleurislawaai. Hij gaat vast niet dood hier. En anders boeien, dit is mijn Gully Mimus. Ik bedoel, mijn PT mag ook wel doodgaan. Ik heb er eigenlijk ook helemaal niks aan. Wait, even een beetje omhoog. En stamina, yes. Hoppakee. Oh, joh, dat gaat lekker snel, dit levelen. Hoppa, very nice. Oké, dit ding kan ik nu usen. Let's go, ik heb één te pakken. Hier gaat mijn health wel voor lekker naar beneden. Maar dan maakt me helemaal niet uit, want ik heb kapot veel health. Ja, we hebben maar 5 van die blood packs nodig. Dus we gaan het even lekker doen. Mijn HP gaat wel dus naar beneden. Maar ja, dat maakt me helemaal niet uit. Ik heb ook zoveel spoiled meat, by the way. Holy shit, dude. Dat gooi ik even lekker allemaal hierin. Maar kan een Gallimimus ook iets verzamelen? Want ik heb zo'n ding echt volgens mij nog nooit gehad. Of ja, wel eens een keer. Maar nee, I get it allemaal niks, hè. Oké, dit is echt gewoon een nutloos beest. Alleen voor vervoer kan niet chill zijn. Oké, we hebben er al 3 te pakken, nu 4. Nog eentje te gaan en dan zijn we er al. En we got hem. Oké, dan pleuren we hem hierin. En dan bouwen we even mind control. Oké, die is gelijk gebouwd. Super chill. Mind control. Ik gooi hem even hierin. Zo. En ik selecteer hem even. Oh, dan vuur je hem af. Are you kidding me? meen je dit echt? Oké. Kan ik het ook op mijn eigen dino's doen? Oh, wat? Oh, ja. Dude. Are you kidding me? Ik bestuur hem gewoon. Oh, maar dit gaat naar van mana bar. Dit is niet slim. Eruit. Oké, zo ga je eruit. Dude. Had dat beest dat dood? Want kijk zijn HP. Zijn HP is naar beneden gegaan, jongens. Oh, dat is wel even handig om te weten. Dat doet waarschijnlijk dus wel damage. Oh, ik zie hier zo'n fossil pile weer. Die pak ik even.
Thank you. Ja, laten we gewoon even laten we gewoon even iets gaan zoeken, jongens. Even kijken. Even een leuk beestje. Niet een gallimimus of zo die random wild rondloopt. Bijvoorbeeld dit beest. Ja, die vind ik wel leuk. Wat nou als ik zeg ik wil dat beest besturen? Ja, dus ik doe even lekker zo. Oh, ach shit, ik moet natuurlijk wel. Hij vuurt gelijk. Oké, okay, kunnen we? Dude, hoe sick is dit? Hoe sick is dit? For real. Ik bestuur gewoon een wilde dino. Ik ben gewoon een wilde dino. Oké, okay, mijn mana bar. Oh, ik zie nu een mana bar voor 0 staan. Oh, ik ben aangevallen. Ik zie ook geen damage. Dus dat is heel raar. Maar dit betekent ook dat je de beesten van een wild. Oh, yo. Als ik enemy beesten tegenkom, kan ik die gewoon besturen. En besef. Okay, ik ga hem gauw even. Oké, hoe ga ik hier uit? Even kijken. Ik ga er even uit. Wordt hij nu nog steeds aangevallen? Ja, hij wordt nog steeds aangevallen. Dude, is nu mijn mana bar. Oké, yo, check mijn mana bar. Helemaal op. Weet je hoeveel ik in het begin had? Ik had echt. Hoeveel had ik ook alweer? 60k of zo? Okay, gelukkig zet ik dit ding mooi even aan. Nu gaat het weer lekker snel omhoog. Yo, dit is wel sick hoor. Ik vind het echt heel nice. Ik heb al een leuk scenario in mijn gedachten, ja? Iemand zit gewoon op een Griffin. Ik weet niet überhaupt niet of er Griffins in deze game zitten. Maar iemand zit op een Griffin en jij gaat die Griffin ineens besturen. En ik ga dat best alle kanten op. Hoe chill is dat? For real. Yo, dit is zo OP ook gewoon. Het kan zo echt kapot van mana helaas. Maar het is wel heel relaxed. Gewoon wilde dino's besturen, jongens. Hoe vet is dat? Ik denk dat het trouwens ook wel een goed moment is om even de map te verkennen. Ik heb nog echt, ja, zoals jullie zien, ik heb mij daar nog niks verkend. Dus laten we daar gelijk even mee bezig gaan. En ik wil eigenlijk iets meer zuidelijk gaan. Yes. Toch wel benieuwd wat er allemaal is. En laten we gaan. Let's go. Oké, dit beest is ook wel level up. Dus even weer de stamina. Super belangrijk. We really need that. Alright. Kijk, ik kom nu al in een heel ander gebied. En even kijken. Dit zijn meer de highlands, hè, dit. Gewoon plain ground. Ja, ja, zo te zien wel. Wat is dat? Wat zie ik daar? Oké. Wat zijn dat? Oh, dat is gewoon een sarco. Ik dacht al, dat ziet er zo raar uit vanaf hier, van boven. Oh ja, het zijn gewoon normale sarcos. Dit is een beetje swamp dit, hè? Oké. En terrorbirds. Oké, een beetje gek dat die er ook tussen zitten. Hier zijn normale kristallen, als het goed is. Of wat zijn dit voor rare dingen? Ik kan hier denk ik wel landen. Let's go. Oh ja, dit zijn rode kristallen, ja. Oh, krijg ik hier red gems van? Oké. We gaan even checken, hoor. Nee, ik heb nog geen red gem gekregen. Ze gaan ook super snel weg. Er zijn trouwens ook super veel kijkers die echt best wel veel verstand hebben van alle mods die in deze game zitten. Dus als je tips hebt, laat het gewoon weten. Er zijn bijvoorbeeld ook mensen die zeggen van, Harm, je moet de crystal moet je met een hatchet gaan hakken. Dus ik weet niet of dat veel verschil maakt. Dat krijg ik letterlijk alleen Stefan. Misschien heeft hij het over de green gems. Dus dat kunnen we ook wel ooit een keer testen. Ik heb hier ook lekker veel metals. Dat is ook wel chill. Is dat wel slim om te hakken? Ik bedoel, ik ben nu op mijn PT en die zit super snel vol. Maar dit ziet er leuk uit. Leuk gebied hier. Niet echt speciale dino's hier of zo. Gewoon heel normaal allemaal. Oké, wel gelijk zo'n beestje. Yes, een tekst tegen. Yes, die hadden we ook in Ragnarok. Dat is gewoon een normale Arkham. Dit is ook niet echt een mod, geloof ik. Maar dit is gewoon een normaal landschap. Ja, niks speciaals. Daarachter is wel echt van alles te ontdekken, hè. Heel sick. Ik wil dan niet gelijk te ver gaan. Eigenlijk wil ik ook even een dinootje gaan temen. Lijkt me ook wel heel chill. Wat voor deze 145. Is wel heel chill, hè. Maar een Ankylo, ik weet niet. Is dat echt niet slim om daarmee te beginnen. Ik weet niet. Is wel ook een soort van. Oké, laten we eens even wachten. Wat is dit? Dude, een Dragon Rex? Wat is dit? Wat is dit voor beest? Oké, ik neem even afstand, want straks is het beest kapot sterk en kapot snel. Een Dragon... Wat? Wacht, ik zie het verkeerd. Dude, wat... Ik even afstappen, hoor. Ik word niet aangevallen, toch? Nee, oké, ik word niet aangevallen. Dude, een Dragon Rex van level 55. Are you kidding? Ik kan hem besturen. Ik kan hem besturen. Dit is het moment. Ik ga dit ding deselecteren. Ik heb even kijken. Lekker veel banen weer. Ik heb hem lekker lang aangehad. Ik check even wat hierin zit. Dude, dit is zo insane. Yes, dit pak ik allemaal. Toppie. Kan ik nog op dit ding vliegen? Yes, dat kan. Ik wil de beest besturen. Ik moet in de buurt kunnen komen. Maar ik kan niks van hem te weten komen. Want ik heb nog steeds die shit spyglass. De andere spyglass zit nog steeds niet in de game, helaas. Dude, oké. Ik ben super bang dat hij me aan gaat vallen. Dus ik ga langzaam dichterbij komen. Hij lijkt best wel passive. Want anders had hij me misschien al aangevallen. Dat beest, dat vliegt raar, jongen. Zie ik ook een sabertooth daaronder? Oh nee, dat zijn wolven. Oké. Attack die andere beestje. Oké, hij is dus wild. Hij is heel wild. Dan zou hij mij ook attacken. Dat ga ik wel vanuit eigenlijk. Het is super moeilijk om hem te raken met die bal. Dus ik moet echt in de perfecte lijn tegenover hem staan. Nu. Ik kan hem nu besturen. Nu. Kom op. Ik raak hem. Ik mist hem. Dude, ik raak hem toch. Moet er dichterbij komen, dichterbij. Vuur. Waarom vuur ik niet? Ik bestuur hem. Ik bestuur hem niet. Nee, wat gebeurt er? Nee, PTE, doe nou niet. Ik word getrankt. Dat moet ook weer net nu gebeuren, hè. Oké. Oh nee, jongens. Sarco's en alles komt eraan. Oh nee. We moeten ons beschermen. Hoppakee. Nice. Oké, we moeten ook iets anders doen. Oh, wat moet ik doen? Deze blast. Kom op, schiet op.
Oké, die is dood. Very nice. Ik heb niet genoeg mana. Tuurlijk niet, omdat ik het beest bestuurd heb. Het andere beest. Shit, ik bestuurde hem even toen hij me aanviel. En toen klikte hij volgens mij weer op die andere knop. Waardoor het weer wegging. Maar hij is een level omhoog, dus super chill. Even die weight omhoog. Oké, dit was even schrikken, jongens. Even die chitten eruit hakken. Toppie. Dat kunnen we goed gebruiken. Dit beest moet even op passive. Dat ben ik vergeten. Passive. Let's go. Oké, dit ding moet ik weer even aangooien. Want even kijken, mijn mana is 700. Maar jongens, dit is zo low. Oké, we moeten even wachten. Dat kost super veel mana natuurlijk, het beest besturen. Even kijken. Oh, hier zit niks in. Alright. Ik zeg je heel eerlijk, ik wil nog een keer in dat beest hoor. Oké, we kunnen. Hij kan misschien ook even aanvallen. Want zo gevaarlijk. Hij is heel snel weer afgeleid. Dat zag je dus net ook wel. Viel me gelijk al niet meer aan. Ik ga even dichterbij komen. Oké, ga maar eens even aanvallen, jongen. Hoeveel damage doet hij? Hij deed helemaal geen damage. 56. Oké, dat valt reuze mee. Valt echt mee. En hij. Even kijken, hoe snel is hij? Volgens mij is hij ook helemaal niet snel, hè? Nee, hij is helemaal niet snel gewoon. Oké, die mana van moet even lekker restoren. Als ik weer veel mana heb, dan kan ik. Als ik heel veel mana heb, dan ga ik hem sowieso weer besturen. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Misschien kan ik dan ook wel een special attack van hem doen. Ik weet niet hoe dat zit met als je een dino overneemt. Maar misschien heeft hij een dikke blast of zo. Dat weet je niet. Dat hij die nu niet gewoon gebruikt. Dat zou goed kunnen. Daar kunnen we op één manier achter komen. En dat zijn besturen. Ja, ondertussen kunnen we ook wel even verder kijken hoor. Ik denk niet dat hij weggaat. We zijn nu al een soort van magisch dino. Zijn we al tegengekomen. Dat is heel erg nice. Dit is eigenlijk de eerste die we hebben gezien. Even kijken. Dit is een trike. Ja, die wil ik eigenlijk wel even gaan temmen hoor. Want die is super chill. Alleen heb ik. Oh, wacht. Ik heb wel bij me. Tuurlijk. Ik heb gewoon drank arrows. Dat had ik niet eens door. Ja, oké. Okay. Ja, dit zou kunnen. Het zou heel goed kunnen. Dit zijn echt een beetje de standaard dino's. Dus wat ik kan doen. En dat is even checken. Ik kan dit ding op hem vuren. En daarna. Wacht, ik heb een perfect idee. Oké, let op jongens. Komt ie. Eerst doen we die. Oh nee, natuurlijk. Ik ben aan het regenereren. En dan doen we dat even uit. Oké, deze bal moeten we vuren. Oh, dat doet heel veel damage. Wat? Waarom? Wat gebeurt er? Oh, nee, shit. Ik deed het verkeerde, hè? Nee, dat was niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling. Sorry. Nee. Oh, nee. Er zijn ook meerdere, jongens. Oké. We moeten even het hoogste level eruit pakken. 100. En die andere is 45. Oké. Die moeten we even doden. Ook nog een raptor hier. Dan moeten we even oppassen. Oké, ik deed dus de verkeerde blast. Dat was niet echt slim. Oh, dat beest. Oh, zijn die agressief? Pterinosaurus? Ik weet het eigenlijk niet. Een flauw idee. Maar die wil ik eigenlijk ook wel temmen, hoor. Maar zo'n beest heeft vaak wel echt heel veel torpor. Alleen, ja. Hoe groot is de kans dat ik die nu tegenkom? Dat is super klein. Dus wat ik kan doen, ik kan deze ice blast op hem doen. Zo, hoppakee, yes. En nu schieten. Oké, die doet heel wat damage. Die doet echt veel damage. Oh, yo. Kom op. Ik wil hem tracken, jongens. Oké, op deze. Oh, gauw weg. Oké, dit beest is super sterk. Hij is echt sterk. Oké, ik wil wel doorgaan met deze team. Ik denk wel dat het op zich ook wel moet lukken. Oké, hij is weer even gesloten. Ja, dit is super na, jongens. Hebben heel weinig aan. Hij attackt me echt steeds weer. En ik ben ook nog een starving. Oh, nee. Dat is niet echt slim, dit. Ik kan nog steeds maar één keer schieten, dan moet ik weer weggaan. Oké, daar is hij weer. Let's go. Oké, ik moet eigenlijk even eten nu. Dus ik ga dat ook even gelijk doen. Als dit niet lukt, jongens, dan ga ik janken. Helemaal geen vlees. Oh, wacht, dit kan ook, hè? Hier, dan ga je wel van een beetje duizelig worden. Maar daarvoor krijg je echt heel veel food. Dat is oprecht zo. Dat is best wel heel chill. Hoppakee. We got him. Ga lekker door. Jongens, ik weet niet of dit gaat lukken. Dit is super lastig. Ik kan echt heel minimaal steeds schieten. Ik moet me omdraaien. En ik pak de dingen bij. Let's go. Reload. En ik kan één keer vuren. Hoppakee. En dan moet ik weer door. Oké. Ja, ik weet niet hoeveel torpen zo'n beest heeft. Super lastig om te bepalen. Let's go. Parkeer er weer. Ik kan met een beetje geluk kan ik ook twee keer schieten. 1. En nog een keer. 2. Ja, misschien gaat het wel lukken. Oh, hij begint te vluchten. Ja, jongens. Nu moeten we hem pakken. Dit komt perfect uit. Dit komt echt perfect uit. Kom op. Peet even op mijn feet. Oh, shit. Kom op, gauw. Hij moet neergaan. Kom op, let's go. Deze hebben. Hoppakee. We raken hem weer. Hoppakee. Nog een hit. Oké, we gaan door. En aim. En schiet. En yes, die was ook raak. Oh, ik ben weer starving, jongens. Yes, come on, please. Kom op. Hij komt weer, Hoppakee, yes. Kom op, please. Ga hem even down. Ja, hij is neer. Yes. Oké. Eerst jij even stil. Komt iets naar me toe? Er komt iets naar me toe. Dat zijn kompies. Zo, die gaan we eerst even neerhalen. Die zijn echt heel na, die beesten. Er zijn 3 inmiddels. Ze komen van alle kanten natuurlijk. Lekker te verwachten. Stinkbeesten dat het zijn. Zo, die is ook neer. Let's go. Die gaan we even uithakken. Ik heb eigenlijk alleen mijn hide nodig. Oh nee, weer stinkbeest achter me. Nee. Zo, die is ook neer. Yes, lekker wat shit in. Heb ik prime meat toevallig? Nee, ik denk het niet. Ik heb gewoon normaal meat. Ik denk dat het beest gewoon normaal meat eet. I don't know. We gaan het testen. Zelf heb ik weer honger en ik heb weer geen vlees. Dus wat ik dan doe, ik eet gewoon zelf ook raw meat. Let op. Ik heb food poisoning, maar volgens mij wat gaat er eigenlijk naar beneden? Ik meende dat eigenlijk niks gebeurt. Er gebeurt volgens mij echt bijna niks. Kijk, mijn food gaat gewoon keihard omhoog. Dus dit helpt best wel veel. Dude, deze beesten staan hier maar wat. Wat? Are you kidding me? Kijk, ik doe het wel lekker zo vanuit zo. En dan hoppakee. Oh, ik miste. Hoppakee. Kompjes kill ik mooi met dit beest. Hoppakee. Nice. Nou, dit beest ook
level up. Even parkeren. Komt er nog iets anders naar me toe? Ja hoor, er komt nog iets anders. Zo, die killen we ook even. Let's go. Hoppakee. Nou, die zijn allemaal dood. Top. En is hij aan het themen? Hij is niet aan het themen. Oké, dit is niet slim. Dit moeten we echt snel mee zijn. Shit, ik heb ook gewoon geen bessen bij me. Het beest is geen... Ik heb het beest al nooit getemd. En besef, ik meen dat... Don had ze superveel in Ragnarok. Ik heb er nooit één gehad. Dus ik weet ook niet wat ze eten. Echt totaal niet. Ik weet dat ze goed zijn in farmen. Ze zijn supergoed met hun klauwen, met echt alles farmen. Dus ook gewoon berries en zo. Dus laten we gewoon lekker veel dit doen. Hoppakee. En dit erin pleuren, want hij mag wel even wat eten hebben hoor. Deze beest ga ik ook maar even uithakken. Yes, die chit en kunnen we echt heel goed gebruiken. Oké, temmen gaat best snel. Hij zit nu op 18%. En zijn conscious meter gaat ook best snel naar beneden. Dus daar moeten we goed voor oppassen. Ja, hij is ook maar level 55. Dat is best wel laag. Maar ja, het is beter dan niks. Ik moet alweer eten, by the way. We gaan gewoon even normaal vlees eten. Let's go. Of normaal vlees, raw meat bedoel ik. Gelukkig heb ik trouwens nog één narcotic bij me. Dus dat is ook wel heel relaxed. Zo, er zitten allemaal plantjes omheen. En de boom heb ik ook al weggehakt. Even deze. Even dit nog weghalen als het lukt. Nee, ik ga steeds in inventory. Oké, boeien. Nou, top. Ja, dit gaat hij wel redden hoor. De temmer gaat best snel. Komt dat hij dus heel low level is, denk ik. Oké, mijn mana is nog steeds best low. Dus ik ga even dit ding activeren. Als het lukt. Lukt dat niet? Nee. Kan ik dit ding echt niet activeren? Soms is dat een beetje gebugd volgens mij. Oh, ik ben zelf level up. Oké, very nice. Weer health. Misschien moet ik even iets afvuren of zo, jongens. Let's go. Bad. Ik doe even zo. En dan misschien kan ik het nu doen. Ja, kijk. Hij staat weer aan. Top. Hij doet het weer. Helemaal top. Ik vind het echt jammer dat er geen magic upgrades zijn. Het zou super chill zijn als je gewoon mana regeneration of zo ertussen zet. Het zou echt heel chill zijn. Ja, ik ben zelf ook alweer een paar levels omhoog. Dus gaan even kijken wat ik kan engrammen. Niet echt iets boeiends volgens mij. Nope. Ja, refrigerator. Maar daar hebben we eigenlijk nu nog helemaal niks aan. Oh, een Terrazinosaurus saddle. Even kijken hoor. Dude, kan ik die echt aan die engrammen? Moet je dan level 69 zijn? Oh, you kidding me? Ik wil level 60. Moeten we nog 9 levels omhoog? Nee, man. Even kijken. Oh, het zou... Giganotosaurus saddle. Ramshackle, dude. Die hebben we nu al te pakken. Oké, dat is kapot, chill. Kunnen we echt wel... Nee, oh, wacht. Val jij me nou aan? Val jij me nou serieus aan? Oké. Dan weet je wat? Ik zet dit ding even uit en dan ga ik hem even... Ik ga hem even afmaken. Hoppakee. One hit kill. Very nice. Even uithakken. Nu ben ik dehydrated. Oh, shit. We moeten water hebben, jongens. Ah, gelukkig is hier meteen water. Zijn hier nog gekke beesten? Nee, hè? Dit is best wel normaal, volgens mij. Ik zie niet echt moerasbeesten. Het is heel vredig, heel rustig. En ik zie ineens een Titanosaurus. Oké, ja. Random in het midden ineens. Oké, top. Looking good, man. Looking good. Ik moet niet te ver weg, want straks raak ik mijn andere beest kwijt. Het zou zonde zijn. Even kijken. Hij is 43. Oh, joh, dit gaat hij niet redden. Ik moet... Oh, shit. Ik moet narcotic shit hebben. Oké, nice. Deze gaan we sowieso er even in gooien. Het scheelt al heel wat. En nu even flink wat narcoberries verzamelen. Ik heb er ook nog heel wat. 35. Kijk, dat moet wel goed komen. Kijk, hij is nu 49%. Dus een consciousness gaat ook weer omhoog. Kijk, joh, dat gaat flink omhoog. Ik heb er superveel in gemieterd en nu moet hij even wachten. Oké, dit beest wil ik eigenlijk ook wel even killen. Dus laten we dat doen. Hoppakee. En die even erop. Yes, en nu even die als het kan. Come on. Hoppakee. Oh, wat? Zo weinig damage? Waarom doet het zo weinig? En dan even die erop. Let's go. Komt er misschien dat weer of zo? Zou dat kunnen? Wacht, hij doet er echt vet weinig ineens. Wacht, ik wil eigenlijk een testje doen. Even die fire blast. Oké, we gaan de fire blast erop gooien. Hoeveel doet nu een fire blast in de regen? 18. Ik weet niet of dat normaal is, maar... Oh, dat komt waarschijnlijk omdat ik die horens raak, hè, op zijn kop. Ja, daardoor doe ik waarschijnlijk minder. Hoppakee, nou, we finishen hem zo wel even, jongens. Ga dood, jongen, ga dood. Hoppakee, 130 en die is dood. Krijg ik ook wel lekker wat XP van. Hier zit ook weer een bone in, super chill. Ja hoor, ik heb hem, super chill. Ik heb nog niet echt een naam voor hem. Even kijken, hij is level 82. Jongens, ah, dat is heel nice. Nee, oké, dat is best wel weak. Maakt niet uit, de laatste narcoberries heeft hij niet meer nodig. En ja, equip saddle, jongens, ik heb helemaal geen zadel. Oh, wat na dit. Pick up relic, doen we er sowieso in. Yes. Dus we kunnen hem wel meenemen. Dat is wel heel nice. Oh, wacht, hè? Huh? Wat stond er nou bij? Stond iets bij? Few harvesting levels. Hè? Huh? Power harvesting? Ik weet niet wat het is. Wat is dit? Wat houdt dit in? Oké, hoe werkt dit? Dus we moeten me daar even verdiepen als iemand van jullie weet hoe dat werkt. Want ik heb toch dus nog nooit met zo'n beest gewerkt. Laat het dan even weten. Maar wacht, oké, ik hou even alles uit zijn inventory. Dus hij heeft nu niks in zijn inventory, hè? En laat ik hem nu even besturen, jongens. En even kijken hoeveel die eigenlijk verzamelt. Als ik... Laten we dat doen. Mind control, let's go. We gaan het maar echt maar heel even doen. Wacht, dan moet ik hem wel even dichtbij laten komen. Kom even mee, jongen. Ga ik je even hier naar de boom brengen. En dan moet je even een boompje voor me kappen. Let's go. Doe je ding. Hoppa. Ja. Ja, hij verzamelt gewoon hout. Ik kan hem wel besturen, jongens. Let's go. Steen pakt hij niet. Kan... Nee, hij pakt ook geen plant. Oh, nee, dat meen je niet. Dat meen je niet. Oké, eruit. Oké, daar gaat allemaal mana. Waar is je nou? Ik ben hem kwijt. Oh, daar is hij. Dude, dit is super. Maar krijg ik het nu? Dat is de vraag. Dan gaan we even bij hem checken. Volgens mij heeft hij gewoon alles in zijn inventory. Ja, hij heeft alles. Red flowers wel. Oké. Zijn die dingen voedzaam? Even checken. Nee, dat moet ik maar niet weer doen. Oh nee, al die beesten vallen me aan, natuurlijk. Dat heb je met Red Flows. Ja, dan ben je een prooi voor alle dino's. Dat is super raar. Terrazinosaurus gaat lekker. Ja, doe je ding, jongen. Hoppakee, kill al die parasaurus, man. Hoppakee, ja, dit is best wel chill. Gewoon een Red Flow choppen. En dan komen al die dino's naar je toe. Kan het best wel lekker level up, dat wel. Hoppakee. Kom hier, jongen. Ik neem je
hier weer mee. En ik pop dit ding ook even als het kan. Oh, ik ben ook wel level up. Even kijken, wat is nu slim om te doen? Ja, movement speed kan weer omhoog hoor. Ja hoor, toppie. Ik zit nu op 140. Oké, ik pak hem gewoon even op nu. Yes, ik ga mijn waterstukje even drinken en weer bijvullen mooi. Oh nee, ik ben te zwaar nu hè. Oh shit, ja kom omdat hij zoveel hout bij zich heeft. Dat moet even weg. Sorry jongen, maar dat hout moet weg. Dit pak ik wel mooi, zo. En ik pak hem op, kan het nu wel? Of zit... Ja oké, dit kan nu wel mooi. Chill. Alsnog is hij best wel vol, dus ik doe even wait 3 levels. Let's go. Even kijken, ja, we kunnen weer naar huis gaan. Dat zou kunnen. Wat is dat? Wat betekent dat teken op de map? Wat? Wat is dat? Omdat ik dan Dino getemd heb of zo? Wat is dat? Ik weet het echt niet. Oké, we kunnen maar even heen vliegen. Ik vlieg letterlijk nu naartoe. Het begint ook avond te worden, dus ik kan denk ik zo meteen wel het beste naar huis gaan. Ik zie hier niks bijzonders. Het ziet er hier heel normaal uit. Alright. Oh, wat is dit? Wat is dit? Ken ik dit? Even kijken. Een weerwolf. Dude, are you kidding me? Een weerwolf? Welk level? Hoeveel damage doet hij? Ik ga hem even kijken. Hoeveel doet hij? Hij doet 19. Oké, dat valt mee. We kunnen hem killen. Laten we hem killen. Ik wil hem killen, jongens. Of ik ga hem besturen. Een weerwolf besturen. Wie wil dat nou niet? Even checken hoor. Dan gaan we dit ding even hierin gooien. Dit is toch gekke werk, jongen. Oké. Ik probeer eerst te besturen, jongens. Kom maar naartoe. Oh, nee. Nee. Ik ben niet aan de regenerator, toch? Nee, ik word aangevallen. Dit is niet slim. Weg hier. Ja, weg hier. Vecht met elkaar. Vecht het uit, alsjeblieft. Ik ben nog maar niet... maandag gaat gewoon normaal omhoog, hè? Ik vind het echt raar. Super raar, dit. Oké. Ik kan nu wel weer vuren. Chill. Waar is de weerwolf? Ik ben hem kwijt. Ah, daar is hij. Hij is aan het vechten. Ik doe even die gamma omhoog, want het gaat nu donker worden. Dus ik kan mijn Teresinosaurus kan ik even in het spel gebruiken. Die mag even... Yo, dat beest is er... Oh, wat? Dit komt... Oh, Oké. Come to me. Wat? Nee. Oké. Teresinosaurus heeft me. Yes, dankjewel. Nee, ik miste. Stop, mijn jongen. Stop. Hij killt hem al. Oké, dan moet ik hem helpen. We hoeven hem niet te besturen. Ofwel, moeten we hem besturen? Kom op, al die bomen gaan neer. Ik wil vuren. Oh, wat gebeurt? Huh? Ik ben ineens om mijn achter geteleporteerd. Oké. Very nice. Ik heb nu ineens niet meer genoeg mana. Wat? Wat was ik aan het doen? Het beest heeft HP, jongen. Heeft hij hem al dood, of niet? Oh, ik zie weer vliegjes, hoor. Weer vliegjes. Hoppakee. Nou, die zijn dood. Nog een keer. Hoppa, nog eentje dood. Zijn er nog meer? Nee, oké, dat was het. En volgens mij heeft mijn Teresinosaurus hem gewoon gekild. Heeft hij ook iets gekregen? Dat vraag ik me af. Plant Species X? Nee, toch? Sowieso heeft hij best veel eten, dus dat is best wel nice. I'll take it. 7, hij is bijna dood, joh. Dude. Are you kidding me? Oké. Eigenlijk, ik weet niet wat ik moet levelen, want ik heb natuurlijk nog niet op hem gereden. Dus eigenlijk wil ik ook nog niks levelen. Klinkt misschien heel raar, maar het is wel best wel logisch, toch? Oké, hier ligt toch ook ergens dode vliegen, want dan wil ik die even uithakken. Yes. I need the chit in. Thank you. Oké, het begint nacht te worden, dus ik pak dit beest op en we gaan naar huis. Het is mooi geweest. Ik pop even dit ding. Zo, die staat aan. Nu ga ik mijn mana lekker snel terugkrijgen. Oké, de map geeft nog steeds iets raars aan. Ik weet echt niet wat het is. Als iemand het weet, weet erom. Leg het uit. Kan je al die tips goed gebruiken? Oké, ik hoef in principe ook niet naar die Dragon Rex mee toe. Dat boeit me niet echt veel. Ik bedoel, het is gewoon een leuke wezen. Ik kan op zich wel in hem zitten. Of in hem zitten klinkt heel raar, maar gewoon, ik kan hem wel besturen. Maar ja, dat gaat alleen mijn mana even naar de knoppen. Allosaurus, hé hey, jongens. Mannen, hoe is nou? Oh, sorry. Oké, even weer de weight uppen van dit beest. Let's go. We gaan nu weer naar huis. En ineens is er weer overal mis. Dus ik zie helemaal niks. Ik kan mijn gamma beter lager doen. Wacht, wat als mijn gamma echt uber lager? Doe gewoon 2, dus lager dan normaal. Of 1. Yo, check dit. Ik zie nu nog meer. Oh, wat zijn die haaien? Megalodons. Ja, iets zijn alleen megalodons. Dude, dat is zo sick. In het diepe daar ook. Jullie zien het. Wow, dude. Looking good. Kijk, ik zie helemaal niks op de map. Volgens mij zijn we thuis met deze waterval. Die is vlak bij mijn huis. Oh, wacht. Ik zie een drop, jongens. Ja. Die wil ik wel even openen. Ga maar, mag wel even wat hoger, want ik zie helemaal niks. Oh, terror birds, jongens. Nee, geen terror birds, toch? Oké, loop alsjeblieft even af. Kom, jongens. Kom maar. Ja, oké. Loop eraf. Juist, alle drie. Doei, jongens. Stinkbeesten. Domme, onnozele beesten dat zijn. Zijn er nog meer? Ik weet niet of hij naar me toe komt, hoor. Komt hij naar me toe? Oké, ik open. Oh, nee. Level 70. Dat wist ik allemaal niet meer. Ik wist dat dit een hoger was, inderdaad. Maar level 70. Dude, welk level ben ik? Ik ben 61. Shit. Ga je het dan niet menen? Aha, en we zijn thuis. Yes. Mijn mana bar is wel lekker omhoog. Dat is super chill. Even kijken. Dit beest... Oh, joh. Het is nog wel heel donker, hè? Kijk, het is nu 5:00 PM. Ik moet echt heel snel even een zadel fixen. Joh, dit beest mag even hartstikke doodgaan. Even kijken. Ja, doei, jongen. Ga maar alsjeblieft even dood. Zo, wegwezen. Even lekker uithakken. Toppie. Kijk, ik ben deze aflevering wel heel erg veel bezig met Magic, merk ik zelf. Ik wil natuurlijk ook met de normale richtlijnen van Ark bezig zijn. Wat moeten we nu nog meer doen? Even checken, jongens. Ja, ik kan eigenlijk wel... Ja, ik denk dat de Fabricator al de volgende stap is om maar eerlijk te zijn. Maar dat gaat allemaal wel heel snel. Ik wil eerst even een huis hebben voordat ik daarmee begin. Ik fix sowieso nog even wat hiervan. 6. Niet superveel, maar ik heb er ook al 63 te pakken. Dus dat gaat heel erg nice. Oh, dit ding brandt nog steeds. Ik gooi er ook gelijk even wat metal in dan. En al
al deze choco pak ik er ook even uit. Dus dankjewel. Geef het me allemaal aan mij. Ongelooflijk hoeveel ik nu bij hem heb. Dat is niet normaal. Ik zit nu inmiddels op 1500 choco, jongens. Kijk, daar doen we het voor. Ah, een longneck. Kijk, dat is wel een leuke volgende stap. Die ga ik ook gelijk even fixen. En dan ook even heel wat ammo. Want gunpowder, ja, kijk, dat kan ik nu maken. Gunpowder. Daar heb ik heel wat choco voor nodig. Want sparkpowder heb ik al aardig wat van. En heb ik toevallig even heel wat van deze shit gefixt. Ja hoor. Daarom moet je ook altijd al het hout verbranden. Want de volgende aflevering of de volgende keer dat je checkt, ja, dan heb je 1500 te pakken. En dan kan je superveel bouwen. Als ik hier nog even wat stenen pleur, bouw ik hier ook nog even 43 van. En even kijken, wat heb ik nog meer nodig? Ja, gewoon wat steen en gewoon wat flint. Kan ik er 100 van fixen? Ja hoor, doe er nog maar wat bij. Super chill. Ja, waarom zou ik eigenlijk kogels willen fixen? Dat is een beetje raar dat ik dat gelijk wil doen. Maar gunpowder in het algemeen wil ik wel graag hebben. Deze twee dingen kan ik ook even mooi repairen. Als dat lukt. Oh nee, ik heb er niet genoeg voor. Zo, nu wel. Top. Oh, ik zie ook alweer dat ik honger heb. Oh jongens, het is weer zover. Het is weer zover. Ja, laat ik even hier heel wat hout in hebben. Zo. Split ik even mooi. Gooi ik even die campfire vol. Let's go. Hoppakee. Ja, ik denk trouwens dat de weight van het beest echt super belangrijk is. Dus, kijk. Ja, als ik het een beetje level, dan gaat het echt kaart omhoog. Waarom vraag je af? Nou, hij is natuurlijk een soort van gather dino. Ik wil niet echt dat hij hem gebruikt als jaagdino. Ik weet niet. Meer voor hout en zo. Dus echt, daar is hij super relaxed voor. En daarom moeten we natuurlijk ook veel weight hebben. Ik wil deze aflevering toch nog niet gaan verhuizen. Omdat ik eigenlijk nog geen dino heb die iets kan vervoeren. Want mijn PT, ja, die kan helemaal niks tillen. En ik heb hier aardig wat dingetjes die ik mee moet nemen als ik wil verhuizen. Dus daarvoor moet ik even level 69 zijn. Zodat ik een saddle voor dit beest kan fixen. Zo, ik heb al lekker wat vlees te pakken. Let's go. Yo, ik heb inmiddels ook al 110 van die bones. En jullie zeiden dat ik even kijken. Waar kon ik ook alweer iets mee fixen? Dan moet ik even iets engrammen. Ik weet zo niet meer hoe het heet. Ah, een cooking pot. Ja, die bedoel ik natuurlijk. Laat ik die even gauw fixen. Yes, kijk. Even kijken. Die pleuren we hier even neer. En dan pak ik al die bones even. Alle 110. Ik zit gelijk bijna bomvol. Weegt 200 kilo. Niet normaal. Kijk, iets aan. Hoe kan ik dit nu gewoon... Huh? Ik heb genoeg bones ervoor. Wat heb ik nu nodig dan? Oh, ik moet gewoon hout zeker. Oké. Laten we dan even wat hout gaan pakken. Ik heb toch genoeg. Let's go. Nu kan het vuur aan. Ja. Kijk eens aan. Oké. Ik wil in principe alles wel even fixen, jongens. Het lijkt me heel chill. Wacht eens even. Komt het omdat ik nu een trike gekild heb en een dilo? Die heb ik ook nog maar gekild. Dat ik daardoor die beesten nu kan craften? Ik weet het niet. Ik heb geen flauw idee. Maar eigenlijk wil ik overal even iets van fixen. Oh, wacht. Oh, dit ding was super duur, hè? 25 kostte die. Shit, dat was niet gelijk de bedoeling. Oh, nee. Ik wil deze ook maken, man. Wyvernbone. Oh, nee. Maar wat is dit nou? Is dit een kostuum nou voor mezelf, of niet? Laat ik even een head gaan fixen dan. Ah, ja. Oké. Dit is niet voor mezelf, maar dit is voor je dino. Ik dacht, dat zijn leuke skins voor je eigen kop. Die je op je kop kan gooien. Want het zijn deze volgens mij wel. Ja, en deze al geloof ik dus niet. Oké. Ah, misschien heeft Don nog wat bones, jongens. Heeft Don nog wat bones? Nou, hij heeft helemaal niks. Lekker bezig, Don. Ja, of is er kist? Eigenlijk mag ik eigenlijk niet inkijken. Kijk, hij heeft 3 bones. Wauw. Ik word er helemaal gek van. Het regent hier alweer, jongens. Ik denk dat het nog tijd is voor een kleine extra tocht die ik wil gaan maken. Dus we gaan nu weer landinwaarts. En nu ga ik iets meer deze kant op. Want we willen natuurlijk alles langzamerhand ontdekken. Oké, ondertussen ben ik lekker wat mana aan het gainen. Dat is ook wel heel chill. Zie ik hier speciaal dino's? Nee, het ziet er allemaal heel normaal uit. We gaan iets meer naar links, jongens. Even kijken wat hier allemaal is. Want dit ziet er best wel normaal uit ook. Maar we zijn wel in een volledig nieuw gebied nu. Wat is dit? Het zijn gewoon paarden, hè? Ja. Oké. En die worden geattacked door wat? Wat zijn dat? Oh, dat is... Oké. Stinkbeest, kom weer naar me toe. Of die chitting wil ik wel, jongens. Hoppakee. Laat ik die even allemaal killen. Oh ja, ik kan natuurlijk ook met dit beest uithakken. Wel zo makkelijk. Oh nee. Het is weer zover. Het is zover. Nee. Hoe lang duurt dit? Nee. Laat ik hier weggaan. Later. Oké, dat kostte me heel wat HP. Ik zie nog wat shit in hier liggen. Dus dat fix ik even. Oké, vlieg er mooi door. Even kijken wat hier allemaal te vinden is. Ik zie wat woolly rhino's. Mijn PT is ook wel level up. Dus die ga ik weer in weight levelen. Wat? Wie is dit? Even kijken. We zijn iemand anders tegengekomen. Dit is Duncan. Oh, Duncan. Are you back? Heel veel mensen dachten dat hij de craftmaster was. Maar ja, blijkbaar is het niet de craftmaster. Want het is gewoon Duncan. De man is back, hoor. Ik kan wel even een sign achterlaten. Zal ik het gewoon doen? Een sign? Dat is wel traditioneel. Gewoon een sign. Even kijken. Wooden sign. Let's go. Sign. En ik heb daar niet genoeg voor. Ik heb mis wat hout. Ja, ik heb natuurlijk geen hout hier. Staan hier überhaupt wat bomen? Hij heeft niet echt een lekker plekje. Oh, wacht. Hier beneden staan allemaal bomen. Oké, never mind. Even wat boompjes zakken, jongens. Let's go. Oké, we bouwen de sign. Let's go. En ik heb hem te pakken. Even kijken. Nou, die zetten we denk ik even hier neer. Als dat kan. Kan ik hem op puntjes zetten? Doe het. Oké, hier pas kan ik hem bouwen. Hey, Duncan. Leuk dat je ook op deze wereld bent. Groetjes en heel veel kusjes. XOXO Harm.
Even kijken. Hey Dunkel, leuk dat je ook op deze wereld bent. Groetjes en heel veel kusjes. XOXOXO. Harm, yes. Dat doen we het voor, jongens. Gelijk de buren even introduceren. Nou, is hij echt mijn buurman. Dat is wel best ver weg. Kijk eens waar we zitten nu. Ah, het scheelt best een stukje. Zie je verder nog iets leuks te zien? Want dit ziet er allemaal heel standaard uit. Ik zie wel een drop en die ga ik zeker even openen. Want in het begin kunnen die nog wel even heel chill zijn. Even loeren. Wat? Wat is dit allemaal? Dude. Oh, dit zijn de Broodmodders. Ah. Dragons inderdaad. Ja, dit kennen natuurlijk allemaal van Ragnarok. Daar hebben ze allemaal uitgebreid behandeld. Zijn ze een attachment? En ja, dit boeit me eigenlijk helemaal niks. Zo, weg ermee. Oké, wat is dat? Ik zie daar iets. Oh, dat is gewoon een plant. Ik schrok al. Ik dacht dat is een creature. Maar dit is gewoon een plant. Die kennen we allemaal. Hé, wacht. Had je deze niet? Deze had je... Wacht, deze had je alleen maar in Aberration, hè? Dude, dit heb je gewoon alleen in Aberration. En hier zijn ze dus ook. Oké, we gaan er even naast staan. Want als je ernaast staat, dan poept hij zometeen even een lekkere seed uit. En die wil ik wel hebben. Oh, dat geluid ook van het water. Heerlijk. Hier zijn heel andere sound effects weer in. Super relaxed. Dude, wat is dat erachter? Wat is dat? Oké, dat is één grote rode steen. Dan ga ik sowieso even kijken. Is het beest even een seed op poepen? Erop slaan heeft helemaal geen zin. Nou, volgens mij wil dit ding niet meewerken, want dat duurt echt al super lang. Gebeurt letterlijk niks. Nou, weet je wat? Stik er ook in, hè? Je stik in je zaad. Hoppakee. Ik pak mijn PT en ik piep hem. Oké, wat is dit? Dude, letterlijk, besef. Ik ben ineens in de andere bomen. Wat? Oké, ik ga dit eens even hakken. Wat is dit? Oh, dit is gewoon een swamp of zo, toch? Zijn dit gewoon normale bomen? Even kijken. Ja, dit zijn... Ik krijg een normaal hout uit. Oké, dat is duidelijk. Nou, laten we even hierheen gaan, want dit ziet er allemaal gek uit. Een soort van jungle moeras dit of zo. Ik zie letterlijk een wyvern. Oké, ik ga hem spectaten. Wat voor wyvern is dat? Dude, het is een... Een blood? Oh nee, blood. Een blood crystal wyvern? Dude, wat de heck is dat? Oké, yo, ik vind het gekke shit. Ik ga even... Volgens mij bewaakt hij al die crystals. Nou, ik ga even al deze dingen hakken. Is hij me gelijk boos? Hij is er niet boos nu of zo. Dat beest wil ik trouwens niet achter me aan hebben. Even dat jullie het weten. Ik krijg hier red gems uit inderdaad. Oké, super chill. En er was dus een kijker en die zei, ga dit met je headshot hakken. Even kijken wat er dan gebeurt hoor. Ik krijg heel veel leech blood. Ik krijg nu niet meer red gems of zo, maar meer leech blood. Zo te zien. Maar wat zit er in die boom? Ik ga even terug naar die boom hoor. Gekke bloemen of zo, ja. Zie je dat allemaal van die rode shit? Nou, ik krijg er niks speciaals uit. Het zijn gewoon normale bomen. Maar ze zien er heel vet uit, dat sowieso. Oké, even kijken. Ik ben zelf level up. Dus we gaan dat even op helft gooien. 700 inmiddels. Super chill. Crystal Wyvern. Het ziet er leuk uit. Ik wil hem op zich wel besturen. Wacht, ik wil kijken wat hij vuurt. Dat is wel heel vet. Wat vuurt zo'n beest? Wacht, ik kan ook wel naar hem toe trouwens. Want als hij mij wil aanvallen, dan ga ik hem gewoon besturen. En dan laat ik hem wegvliegen. Dude, oké, dit is zo'n slim plan. Laat ik dit gewoon uitvoeren. Oké, dan moet ik eerst even dit ding uitdoen. Yes. En dan moet ik nu even dat bestuurding pakken. Die heb ik toch wel bij me. Even kijken, waar heb ik die? Yes, ik heb hem hier. Ik heb ook een beetje honger, dus ga even ondertussen eten, zodat het allemaal goed is. Oké, hij beweegt wel. Hij beweegt heel veel. En vuur! Oké, please. Raak hem. Oh, ja, ik ben hem. Oké, wat vuurt hij? Oh, dude, wat is dit? Ik zie rock golems. Nee, dat zijn geen rock golems. Oké, dan gaan we zo spectaten. Ik laat hem wegvliegen. Dude, wat dit is zo sick. Dit, kijk dan. Check deze attack. Oh, jongens. Oké, eruit. Ik kan eruit. Waarom kan ik er niet uit? Dude, ik kan eruit. Het is allemaal gebukt. Zien jullie dat? Ik kan eruit. Moet ik terugvliegen? Oh, hij moet in een bepaalde radius zien te komen, of niet? Oké, dit is heel gek. Dude, check deze wolk die eruit komt dan. Zo. Oh, sick, jongen. Oh, ook allemaal crystals hier. Oké, ik ben eruit. Maar hij is nu wel dichtbij. Hij is heel dichtbij. Oké, dit was super sick. Het was een beetje gebukt, volgens mij. Maar het is sick. I like it. Maar ik zag nog een ander beest daar. Wat? Mijn PT. Nee, dit meen je niet. Zagen jullie dat? Hij ging letterlijk weg. Nee, ik ben gebukt, hè. Er is een bug gaande. Nee, PT. Ik klik op jij. Ik fluit gewoon alles naar me toe. Komt het omdat ik een dino op mijn schouder had? Ja, hè. Daar komt het zeker door. Ja. Nou, daar ging mijn PT, jongens. Ja, we moeten naar huis lopen. Daar komt het op neer, denk ik. Ik bedoel, ja, ik heb niks anders bij me. Dude, dit ga je toch niet menen? Is dit echt dit gebeurd? Oké, nou, ik zag dat soort van trollachtig iets. Die kan ik beter niet spectaten omdat mijn PT weg is. Is hij ook gedood of zo? Nee, denk ik niet, hè? Nope, hij is niet gedood. Don is wel flink vaak gedood. Dat sowieso. Nee, helemaal top. Ik ben mijn PT letterlijk kwijt. We moeten naar huis lopen. Oh, daar gaan we dan. We moeten helemaal naar huis. Ik ga geen dino meer op mijn schouder dragen. Want dat is niet zo slim. Want dan is het helemaal gebukt, blijkbaar. Mijn mana bar is ook nog steeds gebukt, zoals jullie zien. Ik vind dat echt heel gek. Maar dat is gewoon zo. Ik kan ook niks meer van mana selecteren, trouwens. Kom ik nu achter. Dus dit is allemaal heel gek. Het is allemaal keihard gebukt. Ik wil in ieder geval hierbij de aflevering voor vandaag afsluiten, jongens. Ik wil jullie dus bedanken voor het kijken. Vond je deze aflevering? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Zou ik het ook super chill vinden. En tot de volgende keer, mensen. Ik weet niet. Zal ik naar huis te lopen of ga ik ergens lekker pitten? Want het is wel echt heel veel lopen, hè? Het is echt niet normaal. Nee, laat ik maar naar huis gaan. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Duimpje omhoog. Zou ik super chill vinden. Later.